Tot en met 2026 verdwijnen er in de Nijmeegse binnenstad tussen de 650 en 1100 parkeerplaatsen. Dit levert de nodige zorgen op bij ondernemers en bezoekers. Momenteel is er geen enkel concreet zicht op parkeerplekken tegen het centrum aan. De plannen zijn onderverdeeld in twee fases, waarvan fase 1 afgelopen woensdag is goedgekeurd. Veel ondernemers uiten hun onvrede momenteel middels een posteractie. Bij ons is binnengekomen dat er een 1100 parkeerplaatsen uit Nijmegen gaan verdwijnen. Althans, dat is het idee van de politiek. En daar zijn we zeer bezorgd over, omdat de goede bereikbaarheid van de stad ook voor de automobilist heel belangrijk is. Want uiteindelijk hebben wij daar een deel van ons bestaan aan te danken. Nou, fase 1 van Koers voor de Binnenstad betekent dat er een akkoord is gegeven op het feit dat ongeveer 150 bewoners en ondernemers die nu op straat parkeren in de binnenstad naar plekken gaan in garages die voorheen voor bezoekers bedoeld waren. Dat klinkt allemaal niet zo heel erg veel, maar als je dat optelt bij alle andere plannen die er al liggen, betekent dat dat onze binnenstad ruim 650 parkeerplaatsen minder gaat krijgen dan er nu al zijn. En we weten dat het er nu al weinig zijn. Nou, voor wat parkeren betreft zou ik zeggen, ze hoeven niet allemaal in het centrum te staan, maar doe dan bij de wetterrein een parkeergarage bouwen die voldoende ruimte biedt. Dan kun je ze op twee manieren gebruiken. Je kunt ze voor de Vierdaagse feesten gebruiken, je kunt ze voor de winkelende publiek gebruiken. En dan kan een wethouder wat zeggen, de helft van de dagen in de week staat een groot deel van die garages leeg. Maar ja, op het moment dat het publiek er wel is, er moeten wel parkeerplaatsen zijn. De ondernemers zijn heel erg bang dat als de stad niet goed bereikbaar is, ook voor de auto, dat zij omzet gaan verliezen. Als je naar de cijfers kijkt, zie je ook dat ongeveer 35% van het winkelend publiek hier met de auto komt. En dat zij ongeveer verantwoordelijk zijn voor 35-50% van de inkomsten. Nou, ik denk wat we ook in onderzoek hebben gezien is dat juist ook mensen die op andere manieren naar het centrum komen samen meer geld weer uitgeven. Dus wil je in een aantrekkelijke, leuke stad zijn voor heel veel verschillende groepen die samen net zoveel geld of meer uitgeven dan nu, dat we dit kunnen doen. Dat we ook zien dat dat in een heleboel andere steden in Nederland gebeurt. Dus je ziet collega's dichtbij als Arnhem, maar ook steden, andere studentensteden zoals Leiden en Delft, die allemaal zo'n verblijfsvriendelijk centrum maken. Je wordt er ook aantrekkelijker van voor nieuwe groepen. En we zien dat nu al in Nijmegen een hele grote groep mensen juist te voet en te fiets naar het centrum komt en daar ook zijn geld uitgeeft. Nou, we willen vooral anders organiseren. Dus we willen vooral de auto's die nu op straat nog ruimte innemen, die willen we verschuiven naar de garages. Daar is ook plek voor. En uiteindelijk op het moment dat dat vol komt te zitten, wil je dus mensen naar de randen van de stad vragen, omdat we goede, gezonde lucht willen hebben, een fijne groene stad willen hebben waar mensen gewoon rustig kunnen verblijven. Dus aantrekkelijk zijn ook in die zin. En ruimte voor terrasjes, ruimte voor al dat soort gezellige dingen. En als je nu al die auto's nemen heel veel plek in, daar kan je dus op dat moment geen terras neerzetten. Je kan er geen groen of spelen hebben. En dat zijn allemaal dingen die we juist graag willen om een leuk, fijn centrum te hebben. En we hebben ook de opdracht om natuurlijk aan de gezondheid van onze inwoners te werken. Dus op het moment dat iedereen heel lang in de file moet staan en daarmee ook meer ongezonde lucht de stad in helpt, daar willen we ook aan werken. Dus het liefst vraag je aan mensen aan de rand te parkeren en dan over te stappen op schoner vervoer.